Rechercheurs van de afdeling kapitale delicten, ondersteund door collega's van het bijstandteam en politieambtenaren van het bureau Sanderij, hebben gisteren 6 verdachten aangehouden in de levensberoving van de dorpskapitein van Matta, Michel Karwafodi. Dat meldt de politie op haar website. De jongste verdachte is 13 jaar en de oudste 18. De verdachten zijn dorpsbewoners en zij zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld door de politie. De verdachten hebben toegegeven dat zij het strafbaar feit hebben gepleegd. Ook hebben ze bekend dat zij levensmiddelen en een geldbedrag uit het huis van de overledenen hebben meegenomen. De jongens worden onder andere verdacht van moord en gekwalificeerde doodslag.